Wij van GGD Twente hebben hier een hele corona-afdeling ingericht. En samen met al onze collega's proberen we zo het coronavirus te bestrijden. Ik ben Marije Bokshoorn en ik ben sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding bij GGD Twente. En samen met mijn collega's implementeren we coronamelden binnen het BCO-proces. De GGD heeft ook aangegeven waar de app aan zou moeten voldoen in het programma van eisen. En ook nu in de ontwikkeling van de app en het implementeren bij de GGD werken we heel erg nauw met ze samen. Dus ja, ik kan niet benadrukken hoe belangrijk de GGD is voor de coronamelder. De praktijktest houdt in dat wij nu een besmet persoon gaan vragen of diegene een coronamelder heeft. En als diegene dat heeft, gaan we samen met de patiënt een melding uitsturen. Als we een positieve labuitslag binnenkrijgen, dan bellen wij die persoon en dan geven we de uitslag door. Dan lopen we de normale stappen en het kan best zijn dat de persoon dan geschrokken reageert, maar we proberen diegene dan gewoon gerust te stellen. In dat gesprek komt ook de coronamelder naar voren en dan vragen of diegene de melder heeft en de melding uit wil sturen. We leren echt ontzettend veel en zo is ook ons programma eigenlijk ingericht om zoveel mogelijk feedback op te halen. En al die dingen, al die feedback, die verwerken we zo snel mogelijk in onze communicatie, het verbeteren van de app, daar leren we heel veel van. Voor de landelijke uitrol is het vooral van belang dat de spoedwet die in behandeling is bij het parlement, dat die wordt aangenomen. Dus die behandeling die loopt. En zodra zowel de Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd, dan is er een wettelijke grondslag. En dan kunnen we de app echt gaan gebruiken. Ik ben echt tevreden en ik vind coronamelden een goede aanvulling op het bron- en contactonderzoek. Het is zo'n kleine moeite om de app te downloaden en notificatie uit te sturen. Je kan er zoveel mensen mee helpen en kwetsbare mensen mee beschermen. En daarom werken wij graag mee aan een coronamelder.